middag, goede vooravond, zoals je maar wilt. Het is de bedoeling dat we vandaag rond dyscalculie en dyslexie gaan praten. We beginnen met dyslexie en straks dyscalculie. Om te kijken, van, zijn daar een aantal zaken die met ons hersenen te maken hebben en wat zijn we daar eigenlijk mee? Aanvankelijk zou ik graag een aantal begrippen wat scherper stellen. Dus we zijn nogal slordig in ons taalgebruik als we praten over leren. We spreken over leerproblemen, moeilijkheden, stoornissen. En we hebben daar nou al soorten varianten voor. Maar die begrippen zijn allemaal niet gelijk. Dus als we nu straks spreken over dyslexie, dyscalculie, dan gaat het over leerstoornissen. Leerstoornissen, dat betekent dat het bij kinderen gaat om kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, rekenen, waar we eigenlijk toch wel niet echt, die we niet zouden verwachten. Die eigenlijk niet te verklaren zijn vanuit andere factoren, zoals bijvoorbeeld ziek geweest als spellingsregels uitgevoerd worden of minder intelligentie. Uiteraard heb je ook een groep kinderen die leermoeilijkheden hebben. Als je niet goed vraagstukken kan maken, dan heb je geen dyscalculie. Dan kan dat zijn dat je minder verstandig bent. Of als je niet zo aandachtig was, als de spellingsregels uitgelegd werden, dan kun je fouten maken op een dictée. Dan spreekt men over leermoeilijkheden. Daar zijn er andere verklarende factoren, zoals onvoldoende instructie, ADHD, minder verstandige mogelijkheden. Dus dat zijn leermoeilijkheden. Als je niet goed weet of dat het nu om verklaringen zijn die er al zijn vanuit een andere oorzaak of niet, dan spreek je best over leerproblemen. Dus leerproblemen zijn overkoepelende begrippen voor zowel stoornissen als moeilijkheden. Nog een belangrijk iets is, van, het gaat om leerstoornissen en eigenlijk zijn dat beschrijvende diagnoses. Dus als ik naar de dokter ga en zeg van ik heb spierpijn, ik beef, ik heb koorts, ik voel mij echt niet goed, dan zal de dokter zeggen, ah ja, dat zal waarschijnlijk griep zijn. Uw symptomen worden verklaard vanuit een virus. En ook de aanpak wordt dan een stukje gegeven vanuit die kennis van die symptomen. Dan zegt men, oké, dan moet je thuis blijven, eventueel virusremmers, antibiotica niet aangewezen. Bij leerstoornissen is het niet zo dat we eigenlijk al consensus hebben rond die verklaring. Dus als je niet goed kunt rekenen, niet goed kunt spellen, lezen, dan kunnen daar verschillende oorzaken van zijn. Maar zelfs al weet je dat het om dyslexie, dyscalculie gaat, er is momenteel geen consensus rond verklaring van dyslexie, dyscalculie. Er zijn een aantal fundamentele hypotheses die nog verder onderzocht moeten worden. Dus het is geen verklarende diagnose. Dus als je te maken hebt met kinderen niet goed lezen of zo, dan zeggen we, ja, maar dat is normaal, want die heeft dyslexie. Eigenlijk kan dat niet. Dus dyslexie is een beschrijving van het feit dat je niet goed kunt lezen. Wanneer spreken we dan eigenlijk van dyslexie, dyscalculie? Als voldaan is aan een drietal criteria, een drietal beschrijvende criteria. Een eerste criterium is het criterium van de achterstand. Dus we spreken maar van kinderen met leerstoornissen als echt heel erg veel achter zijn in vergelijking met de relevante referentiegroep. Ik bedoel daarmee in vergelijking met leeftijdsgenoten of opleidingsgenoten. Als je in het ASO zit, dan ga je niet vergelijken met alle kinderen van het middelbaar, maar met andere kinderen uit het ASO. Dus een relevante referentiegroep. We spreken dus van kinderen die echt behoorlijk achter zijn en als norm nemen we meestal percentiel 10. Dus als voldaan is percentiel 10, dat betekent dat je bij de 10% zwakste lezers of zwakste rekenaars zit. Dus als aan dat criterium voldaan is, spreken we van, er is een klinische score. Maar dat is maar één voorwaarde om eigenlijk te spreken van leerstoornissen. Dus zijn kinderen die heel veel achter zijn. Maar het belangrijkste criterium is eigenlijk de didactische resistentie. Dat betekent van, je kunt achter zijn, maar als je dan wat bijles krijgt, waar een mediering, een zorgleerkracht, een taakleerkracht, en die achterstand is opgelost, dan heb je geen leerstoornis. Didactische resistentie betekent, ik ga nu een keer onderzoeken, ik heb een klinische score, ik ga 6 maand remediering geven, taakspecifiek, dus echt op lezen, spellen, rekenen, gaan oefenen, en ik ga weer een test afnemen, en opnieuw zit je bij met een klinische score. Dus er is didactische resistentie. In de literatuur is momenteel dat het belangrijkste criterium. Men spreekt van lack of responsivity to instruction, dus het RTI-principe. Maar eigenlijk is het gewoon hardnekkigheid, didactische resistentie. En het derde criterium is het exclusiecriterium of het exclusiviteitscriterium. Eigenlijk is dat een beetje wat ik daar pas gezegd heb. Het gaat om leerstoornissen, niet om leermoeilijkheden. Er zijn met andere woorden geen andere verklaringen voor het feit dat je niet goed leest of spelt of gaat rekenen. Kun je geen
tweede stoornis hebben. Kun je niet en minder verstandig zijn en ADHD zijn en bijvoorbeeld rekenstoornis hebben? Uiteraard wel. Hè. Dus eigenlijk is dat een mild exclusiecriterium. Je kunt wel comorbiditeiten hebben of twee stoornissen, maar dan vergelijk je met een relevante referentiegroep. Neem je, je hebt dyscalculie en ADHD. Dan vergelijk je met andere kinderen die ook ADHD hebben en dan zeg je, ja, die hebben wel een rekenprobleem, maar dat kind heeft toch behoorlijk veel ernstiger rekenprobleem dan die andere rekenproblemen die kinderen met ADHD ook hebben. Hè. Dus de ADHD is niet de verklaring van dat zwaar onderpresteren. Dus comorbiditeit kan, maar dan vergelijk je met een comorbide referentiegroep. Oké. Okay. We gaan een filmpje proberen afspelen. Soms werd ik gepest zo voor, omdat ik niet kon volgen of zo. Of zei ze van, oh, Hanne. Ik heb dat gezegd, dat ik dyslexie heb. En ja, die lachen daar precies zo wat mee soms. Zo. Maar kijk, ze daar niet willen lachen. Ze weten niet wat het is. Waarom ben ik niet gewoon zoals alle andere kinderen? En ja, ik dacht van, ja, ben ik dan ook zo iemand die, ja, die het niet kan? Is die meneer? Dat is mijn onkel. Eigenlijk als ik Hanne zie sukkelen, dan zie ik daar heel hard mijn ontreding. En het is heel moeilijk om te zien welk stuk van Hanne is en wat goed gaat en wat... En wat mijn stuk is en wat mijn, ja, mijn verdriet van vroeger, wat dat daarmee te maken heeft. Oh, dat is vooral heel veel verdriet, omdat je nergens goed in werd. Ik was altijd de laatste. Ik kreeg mijn schriften nooit in orde. Ik kreeg nooit op tijd van bord geschreven. Mijn punten waren dus... altijd heel slecht. En dat was altijd uiteraard ruzie, want mijn ouders begrepen ook niet van waar dat kwam en hoe dat was. En het gevoel van ontzettend dom te zijn, dat is eigenlijk mijn grootste, ja, mijn grootste verdriet. Dat zien bij uw kinderen is eigenlijk verschrikkelijk. Omdat allee, Hanne en Linox zijn in mijn ogen. En allee, ik denk dat ik dat ook heel neutraal mag zien. Ze zijn mooie meisjes en die kunnen heel wat. En toch komt dat verhaal ook terug naar boven van... Ja, ze vinden mij stom en Oké. Om zo wat duidelijk te maken wat dat dyslexie is, hè, dus het gaat om een leerstoornis die dan toch wel een heel stuk impact heeft op je functioneren. Hè. Als we nu gaan kijken naar hoe vaak komt dyslexie voor, dan moeten we eigenlijk weten dat dyslexie een stukje taalafhankelijk is. Hè. Dus hoe doorzichtiger een taal, hoe logischer een taal, hoe minder vaak, hoe minder frequent dyslexie eigenlijk voorkomt. En we zien bijvoorbeeld in China dat de prevalentie van dyslexie 1% is, dus 1 op 100. Terwijl in Engeland dat 20% is, dus 1 op 5. Dus eigenlijk maakt de taal, bepaalt die mee hoeveel kinderen eigenlijk gaan uitvallen. En wat maakt dat dan? Bijvoorbeeld als wij pan horen, de A, je schrijft daar zoals je hoort, de A, hè. Maar in het Engels, a cat came, ja, dat zijn wel drie keer een andere klank voor de A die dan eigenlijk op papier moet komen. Dus hoe meer zo van die onregelmatigheden je hebt in een taal, hoe meer problemen eigenlijk kinderen met dyslexie gaan hebben. Hè. Ook in het Nederlands hebben we dat. We horen bijvoorbeeld het woordje bed. Je hoort een te, maar je moet wel een de schrijven. Dus die zaken die maken dat eigenlijk dat er... toch wel spellingsproblemen gaan zijn en ook leesproblemen. Momenteel weten we dat in Vlaanderen dat de prevalentie van dyslexie ongeveer 3-4% is. Dus dat betekent toch wel in een klas van gemiddeld 20 leerlingen, 25 leerlingen, in elke klas ongeveer één leerling met dyslexie.
Als we gaan kijken naar gender, dus naar geslachten, of dat dat vaker voorkomt bij jongens of bij meisjes, dan zien we dat dyslexie vaker voorkomt bij mannen dan bij meisjes, dan bij vrouwen. Hè? En toch wel frequent vaker. Nu, dat is ook logisch. Hè? Dus dyslexie is eigenlijk een ontwikkelingsstoornis. En een van de kenmerken van ontwikkelingsstoornissen is dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Hè? Door ons 2X-chromosomen zijn we misschien wel een beetje beschermd als er iets mis is met ene. Hè? Maar je ziet eigenlijk ook een aantal mensen daar waarvan men zegt dat zijn dyslectici, die dan toch wel het gemaakt hebben. Hè? Dus je kunt perfect wel door het leven geraken met dyslexie, maar het is wel, vormt wel een probleem. Oké, we zijn hier op het iBrain Festival, dus het is wel de bedoeling dat we een stukje kijken van wat weten we van in dingen die met ons hersenen, met ons brein te maken hebben. Hè? We weten dat dyslexie voor een groot stuk erfelijk is. Hè? Dus dat het zeker iets is dat met erfelijke zaken te maken hebben. Als papa's een zoon hebben gewoon een zoon hebben, dan hebben ze, en die papa's hebben dyslexie, dan is de kans 1 op 2 dat een zoon ook dyslexie is. Dus dat is een vrij grote erfelijke factor. Hè? Bij vrouwen is dat ietsje minder en bij moeders is het ietsje minder. Maar dus erfelijkheid speelt in mannelijke lijn een vrij grote rol. Wat weten we nog? Dat er een aantal chromosomen toch wel belangrijk zijn in gezinnen waar dyslexie voorkomt. En we denken aan een chromosoom 6, 15, 1, 18 en nu ook recentelijk 2. Die 15 moet je onthouden, want straks ga je merken dat dat ook het chromosoom is die bij dyscalculie toch wel een rol speelt. Nu, je moet weten van, je kunt op basis momenteel van chromosomaal onderzoek, maar op even welke techniek, hè, verfijnd of niet, want meestal zijn dat microletsels, hè, dus die je niet met gewone chromosomale zaken kunt gaan opsporen, kunnen we geen diagnose dyslexie stellen. Hè. Men heeft, er zijn vrij veel mensen die meegewerkt hebben aan onderzoek, waarom dat we weten, dat is erfelijk. Hè. Dus in de familie zit zeer duidelijk dyslexie, en die, waar dat men op chromosomaal onderzoek geen aanwijzingen vindt die dat zouden kunnen verklaren. Dus momenteel is een diagnose dyslexie te stellen met leestest, met spellingstest, niet met chromosomaal onderzoek. Ik zeg niet dat dat later misschien niet zo is, maar zeker is niet zo. Dus erfelijkheid is van belang, maar ook milieu is van belang. Hè. Men heeft tweelingenonderzoek gedaan en ook daar zie je dat het niet altijd zo is dat de twee kinderen dyslexie hebben bij als ze tweelingen zijn. Wat weten we nog? We weten een aantal zaken van het brein. We weten bijvoorbeeld, als wij lezen, dat wij een drietal zones aanspreken. Dus om gewoon te lezen, heb je een drietal circuits die betrokken zijn in het lezen. We hebben twee achterste leescircuits. En bijvoorbeeld, in ons achterste leescircuit hebben we een dorsaal stukje, waarin we voornamelijk spellend gaan lezen. Dus als je kat ziet, ke-a-te, kat, hè, dan gebruik je uw dorsaal posterieur achterste leescircuit. Maar je hebt ook een leescircuit, hè, dus hier zie je die achterste circuits. Hè. Je hebt ook een ventraal achterste leescircuit, waar dat je niet gaat spellend lezen, maar waar je van eerst keer ziet, ah, kat. Hè, dus globaal herkennen van woorden. Hè. Dus we hebben die twee. Voor het vloeiend herkennen van woorden heb je die twee achterste leescircuits nodig. We hebben ook een voorste leescircuit, vooraan, hè, dus die zie je dan hier vooraan, de voorste hersenen. Die wordt eerder ingeschakeld om te articuleren. Dus we gaan de klanken articuleren, we gaan stil lezen. En eigenlijk heeft dat een beetje dezelfde functie als uw dorsale spellende leescircuit. Dus als jullie zouden lezen, zouden die drie leescircuits gebruikt worden. Wat zien we nu bij mensen met dyslexie op groepsniveau? Nogmaals, hè, als ik iemand met dyslexie gewoon ga onderzoeken, op individuniveau kun je nooit geen conclusies trekken. Dat zijn groepstudies die, als je grote groepen neemt, altijd significant zijn, maar op individuniveau toch wel verschillend zijn. We zien dat mensen met dyslexie eigenlijk veel minder die achterste lezen. Dus dat is een plaatje van iemand met dyslexie. Dus die achterste leescircuits worden eigenlijk bijna niet gebruikt. Hè. Dus je ziet dat ze veel minder die achterste leescircuits gaan gebruiken. En
Wat er nog meer is, hier zie je een niet-dyslectische persoon en hier zie je een persoon met dyslexie. Dat voorste leescircuit gaat veel meer gebruikt worden. Dus ze gaan eigenlijk veel meer voor het voorste leescircuit gebruiken en veel minder het achterste leescircuit op groepsniveau. Individu-niveau moet je echt wel voorzichtig zijn. Bovendien weten we ook dat onze hersenen, dat we linker- en rechterhemisfeer hebben en dat die eigenlijk niet symmetrisch zijn. Dat zijn precies nootjes, maar eigenlijk zie je in je linkerhemisfeer een stuk, hier planum temporale, die veel groter is dan in je rechterhemisfeer. Dat stuk heb je nodig voor taal. Dat is normaal. Dus mensen die geen dyslexie hebben, hebben eigenlijk asymmetrische hersenen. We zien echter bij mensen met dyslexie op groepsniveau dat er veel meer symmetrische zaken zijn. Dus ze hebben een planum temporale die zowel links als rechts gelijk is. Dus dat, die specialisatie in de ene hemisfeer is er veel minder. We zien dus ook op groepsniveau dat er veel meer activatie is in de rechterhemisfeer. Dus zij lezen anders. Dus zij lezen veelal anders. Wat dat eigenlijk dan ook misschien een stukje de motivatie is voor het feit dat ze meer tijd nodig hebben. Dus soms zegt men van, ja, mensen met dyslexie die hebben stikordiemaatregelen nodig, meer tijd nodig. Wel, dat is een stuk neurologisch een stukje te duiden van als je een andere manier gebruikt van lezen, is dat misschien niet zo efficiënt. Dan heb je echt wel meer tijd nodig om dat via articulatie te gaan begrijpen. Hè. Ik heb gezegd, dyslexie, dat is een beschrijvende diagnose. Er is geen consensus rond verklaringen, hè, wat dat bij de medische wereld meestal wel zo is. Ik heb hier een aantal verklarende modellen opgeschreven waar momenteel vrij veel fundamenteel onderzoek rond gebeurt. Hè. Een van de verklaringen voor dyslexie is de fonologische deficithypothese. Men zegt, kinderen met dyslexie horen geen stukjes in woorden. Hè. Boom, ik hoor daar een m in achteraan, dat is het staartje van mijn boom. Maar kinderen met dyslexie gaan eigenlijk meer problemen hebben om met die stukjes in woorden te gaan horen. Hè. Fonologisch deficit. Ze gaan de klanken minder goed gaan onderscheiden. Is dat een m of een n, boom? Hè. Dus die zaken zijn de basis. Vandaar dat eigenlijk die zaken eigenlijk al bij kleuterkens aanwezig kunnen zijn. Ze gaan minder goed kunnen rijmen, ze gaan minder goed klankjes, stukken en woorden gaan horen. Dus je ziet eigenlijk al bij kleuters voorboden van het feit dat lezen niet zo vlot zal zijn. Dat is een zeer toonaangevende hypothese waar momenteel binnen de Universiteit van Gent toch wel wat onderzoek rond gebeurt bij Mark Priespaard, waar dat die fonologische deficithypothese verder onderzocht wordt. Een tweede hypothese daar rond is de rapid naming hypothese. Die zegt van, ja, maar kinderen hebben, als je zo'n kaart toont, dus ze moeten van boven naar beneden gewoon benoemen. Boom, eend, stoel, niet zo super goed zien. Dus we gaan de plaatjes moeten benoemen. Rapid nemen. Kinderen gaan eigenlijk een probleem hebben met het snel serieel benoemen van plaatjes. En ook dat zie je soms in de kleuterleeftijd al. Ze gaan eigenlijk wel moeite hebben om de namen van de kindjes uit een klas op te roepen. Of om de kleuren. Dat gaat wel, maar het duurt langer. Of om het benoemen van, is dat nu een rechthoek? Of is dat nu een vierkant? Of is het een deur of een venster? Om het even wat. Het lukt, maar het gaat trager. Het is eigenlijk niet zo geautomatiseerd. Die twee hypotheses samen ook met een dubbeldeficit hypothese. Die zegt van, je hebt zowel rapid naming als fonologische problemen. Momenteel is er echter een vrij toonaangevende hypothese, de General Magnocellulaire Theorie, die zegt van, nee, die fonologische hypothese, dat is wel waar, maar ik kan dat verklaren vanuit een fundamenteler deficit, namelijk dat er eigenlijk problemen zijn met het opmerken van snelle akoestische wisselingen. Als ik klanken zeg, snel maar naar elkaar, die niet zo veel van elkaar verschillen, dan hoor ik dat verschil niet zo goed. Hè. Ook als ik dan op een bepaalde toonhoogte zeg, ik hoor eigenlijk die akoestische wisselingen niet. En het is eigenlijk een probleem met informatieverwerking temporeel. Hè. Dat is die General Magnocellulaire Theorie. Dus kinderen horen het verschil tussen klanken niet zo goed. En dat is niet alleen tussen klanken, ook visueel. Hè. Dus ze zien het verschil tussen kleine visuele prikkels die snel op elkaar volgen ook niet zo goed. Hè. En momenteel is er zelfs een onderzoek in Leuven waar men onderzoek doet. We weten bijvoorbeeld dat ook mensen met die slechtziend zijn in braille dyslexie kunnen hebben. Die eigenlijk dan ook die tactiele informatie, die kleine verschillen niet gaan opmerken. Hè. Dus
Dat is ook een hypothese waar momenteel vrij veel fundamenteel onderzoek rond gebeurt. Maar momenteel ook een aantal mensen bij mij rond doctoreren zijn rond werkgeheugen en executieve functies. Men denkt dat dyslexie een stukje te maken heeft met uw werkgeheugen. Dingen onthouden en blijven daarmee rekening mee houden. En met het uzelf gaan sturen, uzelf gaan plannen maken rond die zaken. Maar er is daar geen consensus rond. Hè? Dus vandaar, het is gewoon een opsomming van hypotheses. Momenteel zeggen we, heb je een achterstand, is die hardnekkig en is die niet verklaarbaar, dan heb je gewoon dyslexie, los van de hypotheses. Comorbiditeit, ik heb al gezegd, criterium van exclusie, betekent niet dat je geen twee stoornissen kunt hebben. Eigenlijk zien we in de praktijk veel meer comorbiditeit dan geïsoleerde dyslexie. We zijn nu een onderzoek aan het doen waarin we wanhopig aan het zoeken zijn aan kinderen met geïsoleerde dyslexie en dyscalculie. In de praktijk zien we ook veel meer mensen die meer dan één stoornis hebben terzelfde. Dus het is meer regel dan uitzondering. Dus dat is belangrijk om te weten, hè? Want soms zeggen leerkrachten van ja, maar die heeft ADHD, dus het is geen dyslexie. Je kunt echt wel ADHD hebben en dyslexie. En wat werken we dan? Dat de dyslexie eigenlijk vaak veel later opgespoord wordt. Omdat men alles probeert te verklaren vanuit die ene stoornis. Hè. Het leven zit echt niet zo goed in elkaar dat de stoornissen alleen verdeeld worden. Dat je maar één kunt krijgen. Je kunt er duidelijk meer krijgen. Dus we zien veel kindjes met spraaktaalontwikkelingsstoornis op kleuterleeftijd. Hè. Die eigenlijk later praten. En waar dat later praten dan een voorbode of een prodoom blijkt te zijn van op later schoolleeftijd dan dyslexie. We zien ook kinderen met en dyslexie en dyscalculie. We zien ook kinderen met DCD, Developmental Coordination Disorder, wat we vroeger dyspraxie gingen noemen. Dat is kinderen die motorisch niet zo handig zijn. Maar niet alle kinderen met dyslexie zijn motorisch onhandig, maar een stukje ervan, een groep wel. En we hebben ook een groep kinderen met ADHD. Dus het komt voor. Hè? En het is niet zo dat, dat die andere oorzaken de leesproblemen verklaren. Dus wat gaan we moeten doen? Als we dyslexie onderzoeken, is een anamnesegesprek, een gesprek houden van hoe was dat vroeger hè? En op kleuterleeftijd. En wat is er eigenlijk al geprobeerd? Hè? Heeft men al bijles gegeven? Heeft men al remediering gegeven? Dus dat zijn uw anamnesegesprekken om die hardnekkigheid te gaan vaststellen. Want chromosomaal onderzoek en hersenonderzoek momenteel op individuniveau zijn echt niet zo'n goed idee. En dan gaan we tests afnemen om die leescircuits een stuk in kaart te brengen. We weten bijvoorbeeld dat je nonsenswoorden, zoals hier, alleen maar met je dorsale achterste leescircuit kunt lezen. Dus spellend, taaf, te af. Je kunt dat niet globaal lezen, maar ik heb nog nooit dat woordje taaf gezien, dus ik kan dat niet herkennen. Dus ik kan dat alleen maar dorsaal in mijn achterste leescircuit gaan lezen. Dus ik kijk van hoe dat kinderen daarop gaan scoren. En dan ga ik een bestaande leestest afnemen om te zien van, oké, en dat kun je eigenlijk op twee manieren gaan lezen. Je kunt het spellend lezen, maar je kunt het ook als herkennend gaan lezen. We gaan ook altijd een dictee gaan afnemen, omdat we zien dat spellingsproblemen vaak voorkomen samen met leesproblemen, maar niet altijd. En er is momenteel een zeer handig boekje, dat nog maar een maand of twee uit is, waarin dat je eigenlijk een mooi overzicht krijgt van alle spellingstests die er zijn, om te weten van welke test op welk moment kan afgenomen worden. Nog zo'n mythe, van men denkt soms van dat dyslexie op volwassen leeftijd niet meer vast te stellen is. Dat is. Vroeger was dat echt wel waar. Hè? We hadden ook geen tests. Je kunt niet vergelijken met iemand in het zesde leerjaar. Hè? Je kunt zo een adolescent gaan onderzoeken met de 1-minuut-test en op basis daarvan gaan zeggen, die heeft dyslexie, dat klopt niet. Want die normen zijn voor zesde leerjaar en we weten dat het lezen eigenlijk zeer lang vooruit gaat. Dus we hebben normen nodig voor adolescenten en voor volwassenen. En die zijn er, hè, die zijn er. Dus laat u alstublieft niet wijsmaken dat er geen tests zijn. Er zijn er zeker. Hè. Er is de DST, dat is een screener, tot 16 jaar. De Clasher is momenteel beschikbaar. In Lesjes zijn ze bezig met de IDAA, dus die ook binnenkort toch wel zal verschijnen. We hebben dan de Artevelde Hogeschool een dictee gemaakt. En ook in Leuven heeft men het ATGSN dictee. Dus er zijn zeker instrumenten om ook op volwassen leeftijd en op adolescentie leeftijd de diagnose te stellen.
vraag is natuurlijk waarom moet ze staan. Soms zeg ik ook van, waarom wil je dat nu weten of dat je dat nu hebt? Je hebt een werk, het lukt goed, van waarom wil je dat nu echt weten? Maar sommige ouders willen, naar aanleiding van de diagnose van hun kinderen, toch wel uitsluitsel hebben. Ah, dat kan eigenlijk wel. Ja. Wat helpt nu? Lezen. Dus het lezen en voorbereidend lezen. Bij kleutertjes is aangetoond dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is om op fonologie, het horen van stukjes, te werken. Dat blijkt minder efficiënt of maar even efficiënt dan de letters van hun naam leren. Dus als je risicokleuters de letters van hun voornaam leert lezen en dan speelt met die letters, dan ben je eigenlijk goed bezig. Dan ben je eigenlijk al aan het voorbereiden en dat blijkt het meest efficiënt te zijn. Dus ook in de lagere schoolleeftijd zien we dat toch een aantal dingen veranderbaar zijn. Dus dyslexie ga je niet oplossen. Je blijft met dyslexie door het leven gaan, maar je kunt wel leren in de Nederlandse taal lezen en je kunt je wel leren behalen, maar het probleem blijft wel zijn. En als je dan Spaans leert of Duits leert of Engels leert, ga je weer dezelfde problemen hebben, waardoor dat die taal niet zo makkelijk vlot. Maar het leren lezen lukt wel. Dus we kunnen echt wel oefenen op juist lezen. We kunnen ook oefenen op vlot gaan lezen. Maar het blijft een moeilijkheid. Dus ik geef meestal het voorbeeld met een fiets. Het gaat om mensen die eigenlijk geboren worden met een fiets waar er bijvoorbeeld geen vitessen op zitten. Je kunt daarmee leren fietsen, dat gaat perfect. En in China is dat er blijkbaar allemaal plat en wind mee, waardoor dat je eigenlijk niet zoveel problemen hebt om op zo'n parcours te fietsen. In Engeland heb je veel bergen, hè? En dan heb je vitesse echt wel nodig, waardoor dat je dan eigenlijk veel meer een probleem is. Hier in Vlaanderen is dat zo half heuvelig, half niet heuvelig. Dus het hangt ervan af van welke taal wil je leren beheersen. Moet je dan allemaal Chinees leren? Ja, oké. Maar dan alleen Chinees, want in het Engels hebben we weer een probleem. Dus het is geen oplossing om te gaan switchen en Chinees te leren, voor zover dat we dat zouden willen. Hè. Spelling zien we dat ook dat is remedieerbaar, maar minder dan lezen. Het belangrijkste is begrijpend lezen. Alle studies hebben aangetoond dat begrijpend lezen eigenlijk echt wel oplosbaar is, waar je daar zeer meer mee doet. En we zien dat mensen door het begrijpend lezen een stukje hun dyslexie gaan omzeilen. Van, kan dat? Kan dat gelezen hebben? Dus eigenlijk is het zeer zinvol om via begrijpend en heel snel kinderen te laten nadenken. Begrijp ik wel wat ik lees? Dus het is zinvol om te oefenen, maar dan taakspecifiek op lezen. Maar ik heb gezegd, het lost niets. Het is niet over. Hè. Je blijft dyslexie hebben voor de rest van je leven, maar je kunt daar wel perfect gelukkig mee worden. Het komt erop neer van door het middelbaar en door het hoger onderwijs te geraken. En nu dat wij niet meer delibereren, vind ik dat ons hoger onderwijs serieus veel belasting legt op het feit dat studenten problemen hebben. Hè. Maar in het lager onderwijs lukt eigenlijk meestal wel. Leerkrachten zijn didactisch opgeleid en zien niet alleen dat lezen, maar zien ook dat kind in het WO, zien dat kind in de rekenles, zien dat kind in de turnles en hebben een totaalplaatje. Hè. Krijg niet alleen de leeservaring. Het wordt een probleem van zodra dat kinderen in het middelbaar onderwijs zitten. En dat je met vakgeschoolde mensen zitten die soms alleen hun eigen vak zien, meestal alleen hun eigen vak zien en dan eigenlijk niet snappen hoe dat kinderen daar dan mee zijn. Nu, ik moet zeggen dat het secundair onderwijs al veel verbeterd is, men veel meer aandacht heeft voor leerstoornissen, maar dat we toch nog wel, zeker vanaf de tweede, derde graad, nog zeer veel werk hebben. En dan komt het erop neer van het CLB te stappen en van stikordiemaatregelen te vragen en dan te zorgen dat je bijvoorbeeld meer tijd krijgt. Als je alles moet gaan spellen, dan heb je gewoon veel meer tijd. Hè? Ik heb mensen die mij zeggen van, ik moest studeren. En ik had één dag tussen twee examens. Ik kon zelfs mijn cursussen niet lezen. Laat staan, ze studeren. De spreiding van examens. Meer tijd krijgen voor toetsen. 20%, 30% vroeger mogen beginnen aan een toets. Maar je moet een keer een toets afwerken. Als iedereen al afgeeft, dat werkt niet. Maar als je vroeger mag beginnen of in een ander lokaal, dan geef je kinderen reële kansen die niet beladen worden door een andere problematiek. Ook een laptop, voorleessoftware, om het even welke, kort, zwaar, sprint, maakt niet uit, maar het maakt dat kinderen zich toch wel anders gaan voelen. En het komt erop neer dat je met een intact zelfbeeld door het leven gaat, want het is met dat zelfbeeld dat ze het moeten doen. Hè. Het is daarmee dat ze het moeten beredderen en niet met de rest. Oké, dyscalculie. Die verkentjes. Krasselt ze alsjeblieft, ja. Dat is 163 alsjeblieft. Nee, 163
En ik heb 200 frank gegeven. 200 frank min 163 is 100 min 63. Min 60 is 40. Min 3 is 3. Oh, wacht, ik ben mijn tel kwijt. Wacht, waar was ik? Ik was aan 60, ja, 60. Dat was 160, hè, 160. 60 min... 60 min... is 53. 153. Kan dat? 20. 35. 37. Waar is die 100 naartoe? Ja, ik heb toch 200 gegeven en heb ik 100 en zoveel gegeven. Moet ik toch 100... Ah, nee. Ook Mia heeft het moeilijk met cijfers. Op weg naar het tankstation maakt ze zich al zenuwachtig. Want zal ze zich haar code herinneren? Ik zie daar op het klavier direct de tekening wat ik moet indrukken. Maar eerder de manier van drukken dan de cijfers. Maar bijvoorbeeld bij benzinestation is het klavier net omgekeerd van de bankcontact. En als ik dan ga tanken, dan moet ik altijd nadenken, omdat die volgorde, dat is net omgekeerd paneeltje. Oké. Hieronder zie je een uitspraak van een collega van mij die een kindje had van 3 jaar, 10, maar nog geen 4 jaar. Die zei, mama, hoeveel graden kost ik? Hè? Mama, hoeveel uur kost ik als variant? Dus je ziet dat kinderen die later geen problemen hebben met rekenen, maar cijfers werken. Hè? Dus ik hoorde onlangs nog een collega van vertellen... Van, mijn dochter heeft dyscalculie en ik merkte dat al heel vroeger. We hadden vroeger zo van die magneetcijfertjes en lettertjes op onze frigo. En die had al die lettertjes op de frigo gebruikt en die cijfers bleven in die zak zitten. Ik bedoel maar, kinderen die een probleem blijken te hebben met waarden, met cijfers, die gaan dat eigenlijk al heel vroeg gaan tonen. Hè. Hoe vaak komt dyscalculie nu voor? Evenveel als dyslexie. En het is veel minder bekend dan dyslexie. Dus we zien prevalentiecijfers die nogal uit elkaar liggen. Van 2 tot 13,8%. Het is ook in ruime mate erfelijk. En we zien dat er een aantal chromosomen van belang zijn. Hier zie je weer die 15. Dus op chromosomaal onderzoek kun je echt niet verder gaan. Dus je moet blijven rekentests afnemen. Belangrijk is dat we bij dyscalculie weten dat de hersenen van belang zijn. Hè? Dat we eigenlijk in het omgaan met hoeveelheden, dat we echte hoeveelheden hebben. Hè? Dus 3 popjes, waar dat kinderen leren mee omgaan. Ze leren daar een getalwoord voor in de kleuterklas en ze leren daar een cijfer voor. Hè? En men neemt aan dat het eigenlijk bij de koppeling tussen die popjes en die getalwoorden en die cijfers misgaat. Dus dat eigenlijk kinderen problemen hebben met het voorstellen van die hoeveelheden, van de waarde van die hoeveelheden. Waardoor dat ze dan eigenlijk ook cijfers gaan omdraaien, omdat ze die waarde vertellen. Men kan dat zelfs een stukje lokaliseren. Men heeft hier in de hersenen de mentale numberline waar dat die hoeveelheden op geordend zijn. Men kan bijvoorbeeld om die waarde uit een beetje... te verduidelijken, men kan dyscalculie uitlokken. Men heeft zo'n onderzoek gedaan waar men aan mensen vroeg, van, zeg mij een keer wat het grootste cijfer is, het grootst getekende cijfer. En dan moesten ze uiteraard de 2 hier zeggen, dat is het grootste, maar hier moesten ze de 4 zeggen. Maar wat zag je bij mensen zonder dyscalculie? Dat die eigenlijk problemen hadden in die conditie. Omdat hier die cijfer wel het grootste was, maar de waarde was eigenlijk minder. Dus mensen zonder dyscalculie waren trager op die incongruente conditie dan op dat tweede plaatje. Wat deed men nu? Men heeft bij een aantal mensen zonder dyscalculie een stukje in je hersenen uitgeschakeld. Uitgeschakeld, even, hè. Dus men heeft daar toestemming voor gevraagd, dat was allemaal oké en dat is allemaal ook weer goed gekomen. Maar dan zag je dat die ook even goed, dat die eigenlijk die waarden niet meer opriepen. En dat die even snel op die 2 condities waren.
En dat is ook wat je zag bij mensen met dyscalculie. Men zei aan mensen met dyscalculie, zeg een keer wat de grootste cijfer was, en die hadden geen verschil tussen die incongruente en die congruente conditie. Dus we hebben eigenlijk aangetoond dat dyscalculie, dat er echt geen inbeelding is, en dat we dat zeker ook een stukje kunnen lokaliseren, of voor een stukje kunnen gaan bespreken. Er zijn een aantal verklarende modellen voor dyscalculie, maar uiteindelijk is er daar zeker geen consensus rond. Het belangrijkste is dat men ervan uitgaat dat het eigenlijk een probleem is met spontaan oproepen van de waarde van getallen. En dat er een viertal soorten zijn. Er zijn kinderen die eigenlijk problemen hebben met het oproepen van tafels, met splitsingen, met alles wat in hun lange termijn geheugen opgeslagen wordt. Dus die dan bij 20-30% meer tijd gewoon beter gaan scoren. Dat is een eerste vorm. Een tweede vorm van dyscalculie zijn kinderen die geen problemen hebben met een lange termijn geheugen, maar eerder met een korte termijn geheugen, die de draad kwijtgeraken. Je geeft ze een optelling met brug of een aftrekking met brug, staarteling. Ze beginnen altijd goed, maar na verloop van tijd zijn ze kwijt wat ze zouden moeten doen. Dat is een tweede vorm van dyscalculie. En een laatste subtype waar dat ietsje consensus rond is, maar niet zo helemaal, zijn die kinderen waar die problemen hebben rond visueel ruimtelijk zijn, met meetkunnen, klok lezen. Hè. Mensen die op volwassen leeftijd nog altijd de klok niet kunnen lezen, hè, dat is typisch voor dyscalculie, die altijd problemen hebben met die analoge klok, die op die digitale klok gaan opzoeken om te weten van hoe laat het is, die altijd te laat komen, of veel te vroeg om op tijd te komen. Het tijdsduur niet kunnen inschatten, zeer typisch. Comorbiditeit, hetzelfde verhaal, is meer regel dan uitzondering. We gaan tests moeten afnemen, dus tests die vier domeinen nagaan. Dus diagnose, dyscalculie, dat stel je met tests die hier een stukje op staan, en weer hetzelfde verhaal. Je hebt eigenlijk een boekje waarin je kunt gaan opzoeken voor welke tests er zijn. Belangrijk is, het is een mythe om te zeggen, dyscalculie kan niet op volwassen leeftijd vastgesteld worden. Ook daar hebben we wel tests die genormeerd zijn. Hè? Dus de CDR vijfde graad, dyscalculium, er zijn tests. Dus laat u alstublieft niet wijsmaken dat we niet de diagnose dyscalculie kunnen stellen. Je moet altijd wel denken, van waarom zouden we het doen? Maar het kan wel, we hebben wel de tests daarvoor. Hè? Wat helpt? Oefenen op rekenen. Dus de tijd dat we gingen evenwichtsoefeningen gaan doen voor dyscalculie is echt wel voorbij. Oefenen op tellen, op inzicht voornamelijk. Dyscalculie is een automatiseerprobleem. Je gaat de tafels nooit kennen, ook niet op volwassen leeftijd. Dus ik ken iemand die met dyscalculie die geslaagd was voor het examen statistiek in de psychologie. En dat is geen gemakkelijk examen. Maar die wel, als ze met vier moest snel rekenen van wat moet ik betalen, wat is mijn deel, die dat niet kan. Hè. Die haar kookboek uitgerekend, een kookboek staat meestal voor vier personen, voor twee personen was dat moeilijk. Dus heeft dat allemaal veranderd, dus dat is moeite. Zij weet ook niet, als ze in de solde staat, en het is veel volk rond haar, van rode bollen, groene bollen, 50% korting. Dan kan zij niet snel berekenen als iedereen daar staat. Wel als ze alleen is in de winkel natuurlijk. Het is dus een automatiseerprobleem. Wij roepen de waarde van getallen spontaan op. Zij hebben daar problemen mee. Dus belangrijk is inzicht is de eisen van het onderwijs aan te passen en aan het CLB te vragen om een verslag te maken. Een gemotiveerd verslag waarin dat je dan meer kunt gaan vragen van kijk, ik heb leerstoornissen van wil daar alstublieft rekening mee houden, zodanig dat ik eigenlijk op mijn intellectuele niveau onderwijs kan gaan verder. Oké, dat was wel in het spoedtempo het laatste stuk. Okay.